De strandtenten die staan er alweer bijna. En ja, de Brunotti-tent en zo om te surfen. Dus het seizoen kan beginnen. En ik heb het nu wel over het Noorderstrand. Moet je ook af en toe langs. Ja, de surfers die kunnen weer een gang gaan hier. Blijkt dat ze veel mooiere golven hebben. Nou, zo te zien is het ook zo. Hoger lijkt wel. Dus ik ben wel benieuwd. Een soort borden staan er dus nu op de boulevard om de mensen te waarschuwen dat er veranderingen komen. Dat is wel mooi, in alle talen, zo'n beetje. Het ziet er nou uit dat hier de boulevard zo'n beetje ophoudt. Vanwege de bunker die ze gevonden hebben. Dat was een, volgens zeggen, een onbekende bunker, maar dat was niet zo. Want mijn oudere broers hebben nog in die gangen rondgewandeld. Dus. Vertelt u het eens van kazematten? Nou, dat waren kazematten. Ja, ja. Er stonden er ongeveer 3 of 4 op de boulevard hier. Ja, ja. En die zijn gebouwd voor. Hey, staan er nog, ja, die moeten ze nog afrekenen. Ja, ja. Maar die zijn dan gebouwd van, voor de Tweede Wereldoorlog. Oh. Daarna, in de oorlog, hebben de Duitsers hier een bunker bijgebouwd. Ja, ja. En die, daar komen ze nu achter? Nee, daar zijn ze nu achter gekomen. Ah, ja. Maar begrijp ik niet, alles moet er op tekeningen staan. Ja, precies. En volgens mij kan het zijn... Een beetje de drastisch geweest en slordig geweest. Met name je handen na de oorlog. Ja, precies. En dat is besloop ook gebeurd. Ja, ja. Dus, maar mijn broers die zeggen dat ze in die gangen al gelopen hebben. Ja. Ja. Die zijn dus van, mijn oudste broer is 69. Ja, en die hebben dus in die gangen gelopen. En hier, nu ontdekken ze gelopen. Ja. Ja, toch? Ja, van die gangen die liepen achter die muur. Want ze hadden hier een muur gebouwd over de boulevard. Ja. Door dat pand ik wel. Ja, ja. En die Duitsers die konden dan van die bunker, konden ze achter die muur naar de seinpost. Want daar zaten ze ook. Ja, natuurlijk. Ja. Hij zijn die andere bunkers verder. Ja, als het goed is. Dat is een bioscoopzaal. Ja. Trap naar boven. Bent u ook in geweest? Ja, ik heb de hele oorlog hier gewoond. Ja, ja, maar je bent er ook in geweest, in die bunkers, ja. Nou, achteraf. Ja. Wat niet mocht. Ja, je kon nog alles vinden. Na de oorlog kon je al.